Revolutionaire ontdekkingen aan het einde van de 19e eeuw. Materie en licht. Evolutie van het leven op aarde. Dat is een stuk van een wervel, ja. Heel mooi. Van een wervel van wat voor beest? Van de mosasaurus. Een Nederlander, Eugène Dubois, gaat voor in de zoektocht naar de schakel tussen aap en mens. Het is een wereldvondst, een wereldontdekking. Een andere Nederlander, Hendrik Lorentz, wijst de weg in de zoektocht naar het onzichtbare. Atomen waren toen nog gedachten, ze waren nog niet gezien. Twee mannen, bezeten om de wereld te doorgronden. Waarom wordt de één wereld beroemd en raakt de ander vergeten? Over genieën en Nederland als koploper in de wetenschap. Je ziet dat die straal afgebogen wordt. Hoe komt het dat die straal afgebogen wordt door een magneetveld? Door de Lorentzkracht? Ja. Waarom heet het eigenlijk Lorentzkracht? Wie heeft een idee? Ik denk van de heer Lorentz. Ja, dat denk ik ook. Wie was hij? Dat weet ik niet. Lorentz was een Nederlandse natuurkundige. Mm-hmm. Uit de 19e eeuw. En hij heeft de Nobelprijs gewonnen. Het ziet er heel toverachtig uit, maar wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Die man heeft Nobelprijs gewonnen, zeg je, met deze en andere vinding. Wat is hier zo belangrijk aan? Eigenlijk alle apparaten waarbij elektriciteit en beweging gecombineerd worden. Dus motoren, dynamo's en zo. Daar speelt Lorentzkracht een rol. Dus het is belangrijk om te weten hoe dat precies werkt. Zweedse Academie, Alfred Nobel. Hendrik Anton. Hendrik Anton Lorentz. Ja. Lijkt hij op de Uwe? En dan gaat u zien dat het toch wel weer heel anders is. Even kijken, hoe gaat hij open? Hoe gaat hij eigenlijk open? Dat is een heel goede vraag. Nou, hij gaat deze kant open. U doet hem niet iedere dag even open? Ik doe hem niet iedere dag even open, nee, inderdaad. Het heeft toch een ongelooflijk aura, hè, die Nobelprijs. Ja. Je ontmoet ook niet alle dagen. U bent mijn eerste Nobelprijswinnaar. Oh, nou. En ik moet zeggen, dat vind ik toch iets. Als je het vanuit de Nobelprijswinnaar uzelf bekijkt, wat doet die prijs met je werk, met je aanzien, met je leven? Met je werk, dat hangt helemaal vanaf wat je er zelf van maakt. Je kunt gewoon doorgaan met je werk. En ik ben zoveel ik kan inderdaad doorgegaan. Je kunt ook helemaal Nobellaureaat als beroep zijn. Dus dan ga je alle uitnodigingen aannemen die je krijgt. En dan kun je van je leven zeg maar een rondreizend circus maken. En wat moet je doen om die prijs te krijgen? Het begint met goed onderzoek. Ja. Maar dan? Nou, de prijs wordt uitdrukkelijk niet gegeven voor iemand die gewoon een heel goed aanzien heeft in het vakgebied. En die alom geëerd en bewonderd wordt, maar net geen ontdekking gedaan heeft. De prijs is voor een ontdekking. Maar ook een belangrijke voorwaarde, en dat is voor mijn vak nogal belangrijk, het moet experimenteel zijn geverifieerd. Je mag niet zo, je hebt niet zomaar een ontdekking voor een idee als er verder geen tastbaar bewijs voor gevonden is. En daar moet je dan soms op wachten. Dus er zijn mensen die hebben hele belangrijke ontdekkingen gedaan, maar die ontdekkingen zijn niet geverifieerd door waarnemingen. Dus die zitten nog steeds op hun Nobelprijs te wachten. En die kunnen misschien wel heel lang wachten, want die ontdekking gaat misschien pas over 100 jaar experimenteel geverifieerd worden. Ja, dan zo lang kun je niet wachten. Oh, mag ik? Ja, ja. U noemt een aantal voorwaarden waar wetenschappers aan moeten voldoen om die prijs te krijgen. Voldeed Lorentz daaraan? Zeker. Meer dan, zou je zeggen. Hij heeft diverse hele belangrijke stappen gezet in ons vakgebied. Zijn werk was de aanzet tot de relativiteitstheorie van Einstein. Hij had dezelfde vergelijkingen
als Einstein al afgeleid. En Einstein hoeft alleen maar nog net die ene stap te zetten om die relativiteitstheorie te formuleren. Einstein was erbij toen Lorenz in 1928 begraven werd in Haarlem. De uitvaart trok massaal belangstelling. Lorenz was na het winnen van de Nobelprijs beroemd geworden. Zelfs geliefd bij een groot publiek. Hij deed veel voor zijn eigen wetenschap, maar ook voor bijvoorbeeld beter onderwijs voor iedereen. Eugène Dubois, professor dokter Eugène Dubois, 1858-1940. Met bovenop het graf het schedeldakje en het dijbeen van zijn grootste vondst. De missing link tussen aap en mens, dat was in elk geval zijn stelling. Groot wetenschapper, begraven hier in een uithoek van de begraafplaats van Venlo. De missing link, de ontbrekende schakel. Het was een idee van Charles Darwin. Die betoogde dat de mens afstamt van de aap en dat er ooit een tussenvorm tussen beiden heeft bestaan. Darwin leverde geen praktische bewijzen, alleen zijn algemene evolutieleer, waarin de soorten elkaar opvolgen. Het was een idee dat Eugène Dubois als jongen al fascineerde. U bent net op de Filipijnen geweest. Klopt. Om wat te zoeken? Eigenlijk wil ik daar Homo erectus vinden. Maar Homo erectus achterna, dat is Dubois achterna. Dat is helemaal Dubois achteraan, in de voetsporen van Dubois, maar dan iets meer noordelijker naar de Filipijnen. Ah, kun je zeggen dat Dubois de eerste is in de wereld die systematisch onderzoek wil doen naar het begin van de mens? Ja, hij is de eerste die met het idee komt om ook echt te gaan zoeken. Ja, en dus hij is wat dat betreft de eerste. Hij is de grondlegger van de paleoantropologie. Twee geleerden. Bij de ene komen duizenden naar de rouwstoet, bij de andere kost het moeite een plek te vinden op een kerkhof. Waar komt dat verschil vandaan? Ze hadden eigenlijk zoveel gemeen. Ze waren tijdgenoten. Beide uit de middenklasse en belangrijk, beide door hun ouders naar een nieuw type middelbare school gestuurd. De HBS, de Hogere Burgerschool. Opgericht om onderwijs te geven dat Nederland kon opstoten in de vooruitgang. Het is een idee van Thorbecke, de grote staatsman achter de grondwet van 1848, waarmee Nederland de weg inslaat naar een echte democratie. Thorbecke wil nieuw elan in handel en industrie. Hij wil scholen die aandacht hebben voor exacte vakken, voor de moderne talen. Tot dan toe is er voor begaafde jongelui alleen het gymnasium of de priesteropleiding, beide uiterst traditioneel. Zo komt er in 1863 een nieuwe wet op het middelbaar onderwijs en verrijzen in de jaren daarna overal in Nederland scholen van het vooruitstrevende type, de HBS. Voor ambitieuze jonge burgers die een rol in handel, zakenleven of wetenschap willen gaan spelen. Met die vernieuwing wil Thorbecke ook nog eens eenheid brengen binnen de natie. Door heel het land dezelfde opleiding, van Groningen tot Limburg. En juist in dat diepe zuiden, dat nog niet zo lang bij Nederland hoort, komen er weerstanden. Kijk. Dit is het. Hier is het begonnen. 1864. De Rijks-HBS van Roermond. Van Roermond, ja. In een gebouw dat al veel ouder is. Ja, het is eigenlijk toch al vrij snel als duidelijk wordt dat hier een Rijks-HBS in dit gebouw gaat komen, wat eigenlijk bisschoppelijk college was, dat er twee kampen ontstaan. De ene kant wat we noemen de klerikalen, de aanhangers van de bisschop. Anderzijds liberalen, want ik wil zeggen dat ze niet katholiek waren. Maar in ieder geval een strijd tussen die twee kampen, waarbij de bisschop zei, wat moeten we met zo'n instituut?
Wat moeten we met al die wijsheid? Wat brengt ons dat? En die bisschop was hier natuurlijk een heel machtig man. Absoluut. En die keert zich tegen de school. Ja, die keert zich zeer fel zelfs tegen de school. En dat is, denk ik, de rest van het bestaan van de school zo gebleven... dat die weerstanden tegen dat heidens instituut... waar je allemaal dingen leerde die helemaal niet belangrijk waren. Want een goed christen zijn, dat speelde de school toch zeker hier in de samenleving een part, hoor. En in die situatie kiest de familie Dubois om zoon Eugène op deze school te doen. Ja. En ik denk niet dat de familie Dubois de enige katholieke familie was die dat deed. Want, wat was het geval? Deze school kende een onderwijs- en lespakket... wat zo bijzonder was en was zo bijzonder geoutilleerd... met name op het gebied van de exacte vakken... dat je wel gek was als je je kind daar niet naartoe stuurde... als je wil dat hij in die richting, heeft zij later ook nog, in die richting verder konden. Zo kan je wel voorstellen hoe dat was hier. Ja. Die oude vloer, een kloostervloer zou je bijna denken, de hoge ramen. Ja, en hier liepen de leerlingen en de leraren hier. Ja, dit plafond, dit zijn toch echt heertjes als je dat ziet, hè? Keurig, met stropdas en kostuum. Hoe oud is dat spul? Deze is 1885, deze is 1877. Maar die jongens, die zijn... Ja, dat zou dan 16, 17. Nou, ik moet zeggen, leerlingen in die tijd van de HBS, van die Rijksabie, waren vaak wel wat ouder, hoor. Maar ouder dan tegenwoordig gebruikelijk is. Maar het is, ja, dit zijn toch nog eigenlijk pubers. Pubers die meneren spelen. Die meneren spelen, ja. Oké. Ik heb ook iets bij me. Ja. Een foto, klassefoto van Eugène Dubois. Ach ja, ja, ja. En met als eigenaardigheid, dit is Eugène Dubois. Is, en hij heeft zichzelf weggekrast. En zijn naam weggekrast. Ja. En je kan, als je goed kijkt, zie je ook bij een aantal medeleerlingen de oogjes uitgeprikt. Oh, verrek hier. Zie je? Oh. Als je hem zo ziet. Oh, ja. Deze foto is uit het jaar dat hij is blijven zitten in de vierde klas. En het zou mij niet verbazen dat hij dat toch enigszins door gefrustreerd raakte. Want zijn schoolloopbaan was niet zo soepel, hoor. In de tweede klas... Je meent het. Nee, tweede klas blijft hij eigenlijk zitten op notabene wiskunde en natuurkunde. En dan moet hij de zogenaamde herexamens doen. Die zal hij halen, dan gaat hij door naar de derde klas, dat gaat goed. Dan komt hij in de vierde klas en dan is die foto en dan blijft hij zitten. En het zou mij niet verbazen dat hij zijn frustratie daarover heeft uitgeleefd op die foto. Van. Ik doe niemand mee aan die vervelende knulletjes. Een theorie, maar... Een spinnetje. Tje. Nou. Zo heb je ze toch niet in Limburg? Kijk, een lintworm. Als je dat een leerling laat zien dat hij als een lintworm heeft, dat dit in zijn lijf bevindt. Die schrikken zich onnozel natuurlijk. Ja, ik ook. Dit is een babyrog. Ja, je zou denken. De schildpad met het deurtje. Kijk, een skelet gebonden. Nou, daar kun je kinderen van alle generaties blij mee maken. Dat weet ik wel zeker. Leerden ze hier op school over Darwin? Daar is over gesproken, ja. Het was gewoon onderdeel van het lessenpakket... om die wetenschap, die theorieën, om die te kennen. Je hoeft er niet altijd mee eens te zijn, maar je moest ze wel kennen. Ja, dat was natuurlijk ook velen een doorn in het oog. Maar juist, ik denk bij Dubois, was dat precies wat hij zocht. Want hij was toch degene die Darwin hoog... had zitten en in de voetsporen van Darwin door wilde gaan en die missing link wilde gaan vinden. Welkom. Goedemorgen. Het grote gat. We zijn lekker aan het werk. Dus man of 50. Vandaag. Op een zaterdagochtend. Zaterdagochtend, 9 uur erin, 1 uur eruit.
Elke zaterdagochtend? Nee, niet elke zaterdag. Een keer of 10 per jaar. En dat doen heel erg veel mensen hier in de buurt. Fossielen zoeken en op naam brengen. Wetenschappelijk beschrijven. Tentoonstellen en al die dingen. Fossielen zoeken gebeurt al lang in Zuid-Limburg. Eugène Dubois groeit op naast de Sint-Pietersberg en zoekt er als jongetje ook al naar. Wat je eruit kan halen zijn van hele kleine dingen, eencellige dingen, waar je bijna een loepje voor nodig hebt om ze te zien. Tot en met de gigantische, fascinerende monsters van 15 meter lengte, die we hier Mosasaurus noemen. Dat zijn natuurlijk wereldvondsten. Als je zoiets vindt, of een stukje daarvan, dan is dat natuurlijk fantastisch. Hè? En wat is jouw persoonlijke trots? Het mooiste wat je eruit gehaald hebt? Dat is een zeeegel. Dat was toen ik een jaar of 8 was, toen heb ik dat gevonden. Zeeegels, die vertellen het prachtige verhaal van de evolutie van het leven. Kijk, de kerk heeft altijd natuurlijk geroepen dat er zoiets als evolutie niet kan bestaan, omdat God alles wat hij gemaakt heeft, was al perfect. Dus van ontwikkeling, van uitsterven en nieuwe soorten ontstaan en veranderingen, daar wilde de kerk in wezen niks van weten. Ik probeer me voor te stellen hoe dat geweest moet zijn voor iemand van de generatie Eugène Dubois. Jaren 1860, 1870. Ja. Je vindt iets, net als jij, je vraagt je af wat het is. Je gaat naar meneer Pastoor. En wat zegt hij dan in die tijd? Nou, in die tijd zou hij hebben gezegd wat veel mensen zeiden. Van jongen, dat is een steen, gooi me weg. Daar heb je niks aan. Hadden ze geen enkele verbinding mee. Dat was in die tijd, in de 50er, 60er jaren, nog bijna niet bespreekbaar. En zo langzamerhand begon dat toch wel meer duidelijk te worden. Daar kon je er niet meer omheen, dat er zoiets bestond als prehistorisch, eigenlijk moeten we zeggen voorhistorisch leven. En nou leer je het op school. Heb je een mooie wervel gevonden? Ja, oké. Dit is een stuk van, hè? Ja, dat is een stuk van een wervel, ja. Heel mooi. Van een wervel van wat voor beest? Van de Mosasaurus. En op welk hedendaags beest lijkt hij? Op een krokodil, zou je toch kunnen zeggen. Maar ik denk dat als er nu een Mosasaurus zou zijn die een krokodil tegenkomt, slikt hij hem in één keer door. Dat soort verhoudingen moet je je voorstellen. Midden 18e eeuw werd hier in de Sint-Pietersberg de eerste Mosasaurus gevonden. Een voorhistorische krokodil, zei men toen nog. Want dat vond men nog moeilijk om te begrijpen dat het een beest zou kunnen zijn dat uitgestorven was. Maar zo langzamerhand begin je steeds meer dingen te vinden, fossielen te vinden. En weet je dat je er niet meer onderuit komt dat hier een werkelijk wetenschappelijk verhaal te vertellen is. En hoe is dat om zoiets te vinden, 70 miljoen jaar oud? Ja, dat is leuk. Ik zei eerst tegen mijn zoon, we gaan morgen Mosasaurus opgraven. Oké, nou je hebt nog een paar stukjes te vinden volgens mij. Ja, hij is nog niet compleet, hè. Nog een meter of 18 en dan ben je er. Heb je wel eens gehoord van Eugène Dubois? Volgens mij is dat degene die zo'n fossiel van een mens schedel in Java heeft gevonden. Oh. Nou, wel van gehoord. Nou, dat ben jij dus eigenlijk, maar dan 150 jaar eerder. Ja, we hebben bij de KNW ook het HBS-diploma van Lorenz. Zo. Uit 1869. Ja, goed. Getuigschrift Hendrik Anton Lorenz. Dat moet ik lezen. 1869. Wis- en werktuigkunde uitmuntend. Natuurkundige wetenschappen uitmuntend. Geschiedenis, staats- en handelswetenschappen zeer goed. Mm. Taal- en letterkunde zeer goed. Wat heeft die HBS betekend voor jongens als Lorenz? Thorbecke had gezegd, er moet nou eens een burgerschool komen waar mensen gewoon praktische dingen leren. En dat was iets nieuws. En daarmee hadden meteen ook de Nederlandse wetenschappelijke onderzoekers enorme voorsprong. Ze hadden veel wiskunde en natuurkunde gehad op school. Veel moderne talen. Dus mensen als Lorenz kon met Einstein in het Duits spreken, met Poincaré in het Frans, met Maxwell in het Engels. En dat hadden die andere onderzoekers veel minder. En dan kun je op je 24ste benoemd worden als hoogleraar in een nieuw vak, toch?
theoretische een vak dat natuurkunde. Net als nu erg in beweging is. Ik denk dat in die tijd was het het begin van de industriële revolutie, dus er was heel veel techniek bijgekomen, met name elektriciteit. De wereld werd geëlektrificeerd. En de gloeilamp was uitgevonden. Dus dat was allemaal natuurkunde. Dus men zag natuurkunde als het vak dat ons de nieuwe eeuw inbrengt. In dat geval dus de 20e eeuw. Met allemaal prachtige uitvindingen. Het vak van de vooruitgang. Komt na een glansrijke carrière hier in Tijlers werken. Wat zoekt hij hier? Ja, de grote Leidse hoogleraar gaat naar Tijlers toe om hier weer terug te gaan naar de wetenschap. Hij was theoretisch fysicus, deed berekeningen, gaf college. Maar hij wou eigenlijk weer experimenten gaan doen. En dat kon in Leiden niet, maar dat kon hier wel. Hij kon eigenlijk zich hier helemaal concentreren op zijn werk. Want dit is nu een museum, maar toen was het echt een onderzoekscentrum. Absoluut. Er was hier ruimte om proeven te doen. Hij werd daarin ondersteund. Er waren apparaten. Het was natuurlijk toch de tijd dat je experimenten nog niet versnellers waren van vele kilometers groot. Je kon dat nog zeg maar, op een experimenteertafel doen. Denk wel, atomen waren toen nog gedachten. Ze waren nog niet gezien. In zekere zin was hij de eerste van de nieuwe generatie van fysici die daar na hem zou komen met mensen als Einstein en Bohr en allemaal jonge mannen vanuit het perspectief van Lorentz. Maar zijn beeld van hoe de natuur in elkaar zat, wat we nu heel vanzelfsprekend vinden, namelijk materie die uit deeltjes bestaat en atomen, protonen, elektronen en deeltjes die met elkaar interacties aangaan door krachten uit te wisselen, door middel van straling. Licht is daar een goed voorbeeld van. Dat hele simpele beeld, materie en straling, en zo zit de wereld in elkaar. Ja, dat was een soort boodschap die hij meegegeven heeft aan volgende generaties en die in zekere zin de hele 20e eeuw heeft bepaald. Leven wij nu nog met spullen die veel aan zijn werk te danken hebben? Iedere microchip wordt gemaakt via methodes, lasers of andere lichtmethodes. Die we eigenlijk alleen maar kunnen begrijpen dankzij het werk van Lorentz. Ik zou zeggen 50% misschien wel van alle industrie die we om ons heen hebben. En dat gaat ook over Philips of ASML of de high-tech industrie wereldwijd. Overal vinden we het werk van Lorentz terug. En vandaar dat dus Lorentz en zijn generatie zo'n belangrijke rol hebben gespeeld. En ze waren eigenlijk toch een soort blikopener die moderne visie op de natuur heeft ontwikkeld. Dubois gaat op zoek naar de ontwikkeling van de mens. Waar wilde Dubois die missing link gaan zoeken? Darwin had gezegd van als je gaat zoeken, moet je daar gaan zoeken. Of moet je in de tropen gaan zoeken. Want in de tropen is de mens zijn vacht kwijtgeraakt. En je moet gaan zoeken waar nog mensapen zijn. Nou, dat zijn de gorilla en de chimpansee in Afrika. De orang-oetang en de gibbon in Zuidoost-Azië. We hadden Indië, dus Indië was dé manier om zijn passie uit te oefenen. Dus hij gaat echt het veld in, hij gaat echt zoeken. Naar Indië gaan blijkt nog niet zo makkelijk. Niemand gelooft in de ideeën van Dubois. Daarom meldt hij zich als gezondheidsofficier bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Zijn vrouw en 1-jarig dochtertje gaan mee. Tamelijk ongewoon in die dagen. Dubois is vastberaden. Toen Dubois hier kwam, was dit stukje ook rivier?
Nee, dit was allemaal oever. Dus de rivier die liep achter die stenen. Ja. Dus dit was gewoon oeverwand. Voor een deel zo hoog als daar. En dat is allemaal afgegraven. Dus wij varen hier nu door de afgraving? We varen door de afgraving heen, ja. Toen hij eenmaal begon te graven, wat vond hij hier? Hij vond heel veel verschillende diersoorten. Heel veel diersoorten die tegenwoordig uitgestorven zijn. De stegodon, de prineeltijger, oerossen. En dat zijn dieren van hoe lang geleden? Dan praat je over 800.000 jaar terug, 800.000 jaar geleden. Een paar meter beneden ons is het 800.000 jaar geleden. Ja. Maar op het moment dat je fossielen vindt van een bepaalde ouderdom, want hij kon aan die fossielen kon hij zien dat hij in een goede tijd zat, in het Middenpleistoceen. En dat te midden van de fauna hier, dat je daar ook de mens kon vinden. Wat vond hij waardoor hij dacht, dit is hem? Hij vond op een gegeven moment een kies. Die lag een meter van de schedel. Dus hij vond eerst de kies hier beneden. Een meter verder vond hij de schedel van de Java-mens. En dan 10 meter verder vond hij dijbeen. Ja, het is een wereldvondst, een wereldontdekking. Hij vond hier, ja, toch niet te geloven, een paar meter van ons vandaan zijn missing link. Ja, in 1891 vond op deze plaats Eugène Dubois zijn missing link. Gerrit Alink probeert te achterhalen waar precies de vindplaatsen van Dubois lagen. Hij krijgt advies van Truman Simanjuntak, een Indonesische archeoloog die zelf onderzoek doet naar de vroege mens in de archipel. I hope that we get also more clarity about the excavations on this side. If here there is a river terrace and here, in my view, there should be somewhere here along the bank of the river. Het onderzoek naar de vondsten van Dubois gaat nog steeds door. Al gebeurt het vooral in Nederland. Het kleine museum van Trinil heeft maar een fractie van de enorme collectie Dubois. So this is what Dubois in fact found. Yes. In the 5 years he's been working here. Yes. You have skull, human skull. And also thigh bone here and some molars over there. Yeah. So how do we know this, let's say, person was standing upright? Let's see closer. Yes. Let's see if for the femur, this one. Yeah, it's okay. You can see morphologically, it's almost the same with human femur. Yeah. It means that this individual should be in upright position. Yeah. So what is it? This is part of the body, something like here. This is the femur. But this is left femur here. According to him, this is the missing link between ape and human. He is in the conclusion that this is missing. But you are allowed to touch this? Yes, because this is a copy, not the original. This is the copy. So it's okay. You know, the original of this is in Leiden, I think. So we are coming all the way from the Netherlands to Trinil. To find a copy. A copy. And the original is back home. In fact, you have the original over there in the Netherlands. Ja, en hier zijn we dan, hè? In het heilige, de heilige. De collectie van Dubois. Allemaal Dubois? Allemaal verzameld door Dubois. En dat is van heel groot. Het ding is niet te tillen. En wat is het? Dat is een olifantachtige. Kijk, hier staat waar het vandaan komt. Kijk,
Triniel. Sommige, hè? Ik bedoel, als je die foto van de veranda kijkt, dan kun je die bepaalde dingen herkennen. Dat is een stoottand. Van een meter of vier. Hoe kwam dat van zijn veranda daar hierheen? Het werd netjes ingepakt in kisten, houten kisten. En netjes met jattiebladeren en allerlei de zaken. Dus goed ingepakt. En die kisten werden verzonden naar het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Zoals dat museum toen de tijd heette. Hier in Leiden? Hier in Leiden. En die kisten, daar heb ik nog wel een voorbeeld van. Als je even meeloopt. Ik volg. Denk om de punten. Dit is dus niet van die baard. Dit is gewoon te groot, dit moest even kwijt. Ja, dat moest even kwijt. Deze ook. Dat is een reuzenhert, maar daar hebben we het niet over. Kijk, dit soort kisten, of groter. Ja? Het nummer staat er nog op. Ja, hier zitten allemaal kiezen van runderen in. Hij heeft eigenlijk alles verzameld wat daar in die grond zat. Kijk, dus naast die hele grote dingen verzamelen die ook hele kleine dingen. En dan wil ik dit even laten zien. Ja. Dit is een kaakje van een katachtige, een civetkat. Ja. Drie mooie kiesjes en een kaakje. Hoe oud is dit? Dit is, laten we zeggen, 1 miljoen jaar. Jeetje. Hij komt met al die spullen hierheen. Ja. En dan moet hij de wereld overtuigen van zijn visie dat hij de missing link gevonden heeft. En dan krijg je natuurlijk een ontkenning van de grote wetenschappers. Die zeggen van ja, dat is helemaal niks. Is dat zo? De grote wetenschappers keren zich degene die op dat moment van groot belang zijn, keren zich tegen me. Meneer Dubois. Hoe weet u nu dat die drie bij elkaar hoorden? Stel dat u twee linkerdijbenen had gevonden. Had u Pithecanthropus dan met twee linkerbenen gelopen? Dat is de eerste discussie van hoe weet je dat bij elkaar hoort. Dubois kreeg dus sterke tegenstand onder zijn vakgenoten. Nou, behoorlijke tegenstand. In het begin ging hij alle congressen langs en liet hij dingen zien. Heel enthousiast van kijk eens en dan... Zei iedereen ja. En dan achter zijn rug zeiden ze, nee, het lijkt nergens op. Zou Dubois zich dat gerealiseerd hebben? Van tevoren, dat die weerstand zo groot zou zijn? Hij was dolblij met zijn vondsten. Voor hem was dat gewoon het overtuigde bewijs. De teleurstelling is misschien dat niemand het geloofde. Valt mijn oog. Oeh, de zwaar. Gietijzer. Verzameling van Indische fossiele collectie Dubois. Niet toegankelijk voor het publiek. Nee. Die fossielen die lagen ergens. En dan zegt hij van, nou, ik ga ze bestuderen. Ik laat ze niet meer zien. En dan word je weer beschuldigd als rare professor die fossielen niet wil laten zien. Toch een beetje, net die professor. Genialiteit en gekheid, dat ligt dicht bij elkaar. Dus als die een beetje... nuttig was, dan vind ik dat best aardig. Want anders had hij nooit met dat idee gekomen. Had hij nooit dat doorgezet. En dan hadden we nu nog steeds het idee gehad dat we niet van een aap afstammen. Het is de eerste theoretische fysicus ter wereld die de Nobelprijs krijgt. En dat bevestigt nog een keer zijn unieke rol. Hij is de centrale figuur op dat moment in het wetenschappelijk establishment. Door zijn talenkennis, door zijn begrip. Niet alleen in Nederland. Hij verbindt de hele wereld. Frankrijk, Duitsland, Engeland. Hij correspondeert met alle wetenschappers. Hij wordt ook een soort organisator. Wordt een natuurlijke persoon waarom mensen zich scharen. En hij wordt een soort vader, grootvader voor de internationale fysica.
Natuurlijk, de persoon die het eerste tot de verbeelding spreekt is Albert Einstein. Die natuurlijk met zijn werk, met Lorentz' werk, met Lorentz' formules, iets heel bijzonders doet. Hij kijkt eigenlijk naar die formules en hij zegt van ja, die formules die zijn sterker. Daar zit nog meer in dan Lorentz zelf dacht. Dat betekent dat we op een radicale andere manier over ruimte en tijd moeten gaan nadenken. Maar het is maar één tijd, dacht Lorentz. En Einstein zei nee. Er zijn een heleboel verschillende soorten tijden. Je moet gewoon over die kloof heen springen. En ik vind het heel erg mooi dat als we... als ik college geef over Einstein... Ja? En ik laat zijn beroemde vergelijkingen over de relativiteitstheorie zien, dan zijn dat de Lorentz-vergelijkingen. En dus Lorentz' naam zit nog overal opgestempeld op de belangrijkste ingrediënten van wat wij nu onze modern begrip van de natuur is. Kijk, er is geen bekendere wetenschapper dan Einstein op dit moment. Maar je kan de vraag stellen, wie vond Einstein eigenlijk de beste wetenschapper? En Einstein was daar heel expliciet in, dat was Lorentz. Het 50-jarig jubileum van Lorentz' dokterstitel, 1925, wordt in Nederland groots gevierd. Met bewindslieden als Colijn en een vriendelijke Lorentz die geduldig voor de camera poseert. Bijna onwerkelijke man, vind ik het. Ja. Goed in alles. Goed in de wetenschap, goed in allemaal onderzoek daarbuiten. Maatschappelijke betrokkenheid, onvoorstelbaar aardig, langmoedig, behulpzaam. Dat kan toch niet? Nee, dus je hebt soms ook iets van misschien zou u wat, als we wat karakterfouten zouden kunnen detecteren, dan misschien nog wel bekender was geworden. Het Teylers herbergt ook een collectie fossielen van Eugène Dubois. Hij was net als Lorentz verbonden aan het instituut. Misschien dat de heren elkaar daar dus beleefd groeten. We weten het niet. Maar je zou willen meemaken hoe dat ging. Dubois de miskende geleerde, Lorentz op de top van zijn roem. Lorentz is ook het stralend middelpunt als 2 jaar na zijn jubileum de eerste Lorentz medaille wordt uitgereikt. De fine fleur van de Nederlandse wetenschap is aanwezig, met verstopt op de achterste rij Eugène Dubois. Toch net als Lorentz grondlegger van een nieuwe wetenschap. Dubois is op dat moment bezig met het scheppen van een eigen droom op zijn landgoed bij Roermond. We zijn hier een kilometer of 10 van Roermond. Ja. En hij woonde hier de tweede helft van zijn leven. Ja, ongeveer van 1901 tot 1940 is hij overleden. En heeft hier zijn eigen wereld, zijn eigen paleontologische wereld, zijn eigen biotoop heeft hij gecreëerd. Paleontologische wereld? Hij heeft vanuit heel Europa, vanuit Siberië, van overleg, hij bomen geïmporteerd, planten geïmporteerd. Ja, en wat er zich in de vijver allemaal bevindt, ik zou het niet durven zeggen, maar ook daar heeft hij ongetwijfeld ingegrepen om die wereld te creëren zoals hij die voor zichzelf zag. Waarin die link tussen aap en mens, hoe die geleefd zou hebben. Die wereld wilde hij hier creëren. En dat is natuurlijk een wereld die je heel moeilijk kan creëren, want je zal hier fantasie bij moeten gebruiken. Je zal daar theorieën op los moeten laten die waarschijnlijk of mogelijk de werkelijkheid niet altijd zo nauwkeurig benaderen. Maar het is natuurlijk wel een poging om een wetenschappelijke diepgang te geven aan uitsluitend die botten en die botjes die hij gevonden had. In Indonesië had hij de botten opgegraven en hier is hij de hele leefwereld herscheppen. Ja. Weet je, Jurassic Park? Zo. Ja, zonder zo die grote bijters. Ja, inderdaad. Zo zou je het bijna kunnen noemen. Dubois keert zich af van de maatschappij. Lorentz blijft er sterk bij betrokken. Bij de bouw van de afsluitdijk bijvoorbeeld. Inmiddels op hoge leeftijd maakt hij daarvoor de berekeningen die leiden tot de knik in de dijk aan de Friese kant. Die beperkt de kans op stormschade aan de dijk. Ook hier leeft de naam Lorentz voort. Toornbekkenkamer en de Lorentzkamer. En hier staat het bureau van Lorentz, dat we destijds, de KNW destijds van de familie heeft gekregen. De stoel komt ook uit het huis van Lorentz. We gaan ervan uit dat hij hier zijn belangrijke werk aan dit bureau heeft geschreven. Nou, staan we in adoratie voor een bureau dat hier speciaal bewaard is. Lorentz is een soort held van ons allemaal geworden. Lorentz wordt soms meer in verband gebracht met die sluizen en de afsluitdijk
dan voor de natuurkunde. Maar voor mij als wetenschapper is zijn werk als natuurkundige het meest memorabel. Hij werd dan zeer geliefd en vereerd door de wetenschappers van toen. Het uit elkaar houden van wetenschappelijke opvattingen en de persoonlijke verhoudingen lukte dus aardig in de sfeer van Lorenz. Maar kon dat ook op die manier lukken in de omgeving van Dubois, waar het ging om de evolutietheorie? Als je het hebt over de evolutie van de mens in die tijd, nou, dan krijg je te maken met het geloof, met wat er in de Bijbel staat over de evolutie van de mens. En dan krijg je het vanzelf, wat je ook zegt, je krijgt allerlei tegenstanders. En dan gaat de strijd ook al gauw wat persoonlijker worden. De Bijbel zegt vrij weinig over de relativiteitstheorie. Dus daar hebben we veel minder problemen mee. Ja, nou, die herken ik. En dit zijn de echte. Dit zijn de echte. Toch een beetje schamel, hè, als je ze naast zo'n hele mammoet zet. Ja, dat is een schedelkapje van een mensachtige. En het is echt niet groter dan de schedel van jou. Dus dat zijn de afmetingen. Hoe belangrijk is deze vondst voor dit museum? Nou, wat mij betreft de nachtwacht van de fossielen. Het belangrijkste van dit museum. Het heeft een grote emotionele waarde. Als ik hem eruit haal, weet ik zeker dat je vraagt, mag ik hem aanraken? Contact. Ja, in Triniel heb ik de kopie van. Jawel, maar dat is een kopie. Ja, ja, maar ja, dat was al een kick, vond ik. En het heeft een grote wetenschappelijke waarde. Hij zit ook flink achter glas, hè? Ja, je kunt je Magnum erop leegschieten. Oh, echt? Ja. Maar wie zou zijn Magnum hierop willen leegschieten? Er kan altijd een keer iemand komen die gestuurd wordt door het geloof tegen de evolutie is en die het ding wil stuk maken. Dat is nog altijd denkbaar, dat die evolutieleer zulke heftige reacties oproept dat iemand... Dat is altijd denkbaar. Als boodschapper van God. Dat zou altijd kunnen. Dat soort mensen lopen rond. Mannen met heel verschillende karakters ontwikkelen zich tot genieën. Met hulp van de HBS, die tussen 1902 en 1914 maar liefst 5 Nobelprijswinnaars voortbrengt. En nog heel wat grote wetenschappers die we toch al gauw vergeten zijn. Wie kent hem nog? Abraham Kuiper. Moet je hem vergelijken? Dan zou je kunnen zeggen, lijkt hij het meest op Pim Fortuyn. Abraham de Geweldige zou Nederland veranderen. In Jezus' naam. Amen. Met betaald christelijk onderwijs en met de eerste politieke partij. U bent zijn plaatsvervanger op aarde geworden. Nee, te veel eer. Kuiper grijpt uit arbeider bij de keel in de naam van Christus. Hoe een man van het volk de macht grijpt. Opgericht om onderwijs te geven dat Nederland kon opstoten in de vooruitgang. Het is een idee van Thorbecke, de grote staatsman achter de grondwet van 1848, waarmee Nederland de weg inslaat naar een echte democratie. Thorbecke wil nieuw elan in handel en industrie. Hij wil scholen die aandacht hebben voor exacte vakken, voor de moderne talen. Tot dan toe is er voor begaafde jongelui alleen het gymnasium of de priesteropleiding, beide uiterst traditioneel. Zo komt er in 1863 een nieuwe wet op het middelbaar onderwijs en verrijzen in de jaren daarna overal in Nederland scholen van het vooruitstrevende type, de HBS. Voor ambitieuze jonge burgers die een rol in handel, zakenleven of wetenschap willen gaan spelen. Met die vernieuwing wil Thorbecke ook nog eens eenheid brengen binnen de natie. Door heel het land dezelfde opleiding, van Groningen tot Limburg. En juist in dat diepe zuiden, dat nog niet zo lang bij Nederland hoort, komen er weerstanden. Kijk. Dit is het. Hier is het begonnen. 1864. De Rijks-HBS van Roermond. Van Roermond, ja. In een gebouw dat al veel ouder is. Ja, het is eigenlijk toch al vrij snel als duidelijk wordt dat hier een Rijks-HBS in dit gebouw gaat komen, wat eigenlijk het bisschoppelijk college was, dat er twee kampen ontstaan. Aan de ene kant wat we noemen de klerikalen.
de aanhangers van de bisschop. Anderzijds liberalen, want ik wil zeggen dat ze niet katholiek waren. Maar in ieder geval een strijd tussen die twee kampen. Waarbij de bisschop zei, wat moeten we met zo'n instituut? Wat moeten we met al die wijsheid? Wat brengt ons dat? En die bisschop was hier natuurlijk een heel machtig man. Absoluut. En die keert zich tegen de school. Ja, die keert zich zeer fel zelfs tegen de school. En dat is, denk ik, de rest van het bestaan van de school zo gebleven... dat die weerstanden tegen dat heidens instituut... waar je allemaal dingen leerde die helemaal niet belangrijk waren. Want een goed christen zijn, dat speelde de school toch zeker hier in de samenleving een part hoor. En in die situatie kiest de familie Dubois om zo'n Eugène op deze school te doen. Ja. En ik denk niet dat de familie Dubois de enige katholieke familie was die dat deed. Want, wat was het geval? Deze school kende een onderwijs- en lespakket... wat zo bijzonder was en was zo bijzonder geoutilleerd. Met name op het gebied van de exacte vakken. Dat je wel gek was als je je kind daar niet naartoe stuurde... als je wilde dat hij in die richting, hij of zij later ook nog, in die richting verder konden. Voorstellen hoe dat was hier. Ja, die oude vloer. Ja, die oude vloer. Een kloostervloer zou je bijna denken. De hoge raam. Lorenz is de eerste theoretische fysicus ter wereld die de Nobelprijs krijgt. En dat bevestigt nog een keer zijn unieke rol. Hij is... de centrale figuur op dat moment in het wetenschappelijk establishment... door zijn talenkennis, door zijn begrip. Niet alleen in Nederland. Hij verbindt de hele wereld. Frankrijk, Duitsland, Engeland. Hij correspondeert met alle wetenschappers. Hij wordt ook een soort organisator. Wordt een natuurlijke persoon waarom mensen zich scharen. En hij wordt een soort vader, grootvader voor de internationale fysica. Natuurlijk, de persoon die het eerste tot de verbeelding spreekt... is Albert Einstein, die natuurlijk... met zijn werk, met Lorentz formules, iets heel bijzonders doet. Hij kijkt eigenlijk naar die formules en hij zegt van... ja, die formules die zijn sterker, daar zit nog meer in dan Lorentz zelf dacht. Dat betekent dat we op een radicale andere manier over ruimte en tijd moeten gaan nadenken. Maar het is maar één tijd, dacht Lorentz. En Einstein zei, nee, er zijn een heleboel verschillende soorten tijden. Je moet gewoon over die kloof heen springen. En ik vind het heel erg mooi dat als we... als ik college geef over Einstein... Ja? En ik laat zijn beroemde vergelijkingen over de relativiteitstheorie zien... dan zijn dat de Lorentz-vergelijkingen. En dus Lorentz' naam zit nog overal opgestempeld... op de belangrijkste ingrediënten van wat wij nu onze modern begrip van de natuur is. Kijk, er is geen bekender wetenschapper dan Einstein op dit moment. Maar je kan de vraag stellen, wie vond Einstein eigenlijk de beste wetenschapper? En Einstein was daar heel expliciet in. Dat was Lorentz. Het 50-jarig jubileum van Lorentz' dokterstitel, 1925, wordt in Nederland groots gevierd. Met bewindslieden als Colijn en een vriendelijke Lorentz die geduldig voor de camera poseert. Bijna onwerkelijke man, vind ik het. Ja. Goed in alles. Goed in de wetenschap, goed in allemaal onderzoek daarbuiten. Maatschappelijke betrokkenheid. Onvoorstelbaar aardig, langmoedig, behulpzaam. Dat kan toch niet? Nee, dus je hebt soms ook iets van misschien zou u wat... als we wat karakterfouten zouden kunnen detecteren... dan misschien nog wel bekender was geworden. Het Teylers herbergt ook een collectie fossielen van Eugène Dubois. Hij was net als Lorentz verbonden aan het instituut... Misschien dat de heren elkaar daar dus beleefd groeten. We weten het niet. Maar je zou willen meemaken hoe dat ging. Dubois, de miskende geleerde, Lorentz op de top van zijn roem. Lorentz is ook het stralend middelpunt als 2 jaar na zijn jubileum... de eerste Lorentz-medaille wordt Lorentz is een soort held van ons allemaal geworden. Lorentz wordt soms meer in verband gebracht met die sluizen en de afsluitdijk... dan voor de natuurkunde. Maar voor mij als wetenschapper is zijn werk als natuurkundige het meest memorabel. Hij werd dan zeer geliefd en vereerd door de wetenschappers van toen. Het uit elkaar houden van wetenschappelijke opvattingen en de persoonlijke verhoudingen... lukte dus aardig in de sfeer van Lorentz. Maar kon dat ook op die manier lukken in de omgeving van Dubois... waar het ging om de evolutietheorie? Als je het hebt over de evolutie van de mens in die tijd...
Nou, dat krijg je te maken met het geloof, met de, wat er in de Bijbel staat over de evolutie van de mens. En dan krijg je het vanzelf, wat je ook zegt, je krijgt allerlei tegenstanders. En dan gaat de strijd natuurlijk al gauw wat persoonlijker worden. De Bijbel zegt vrij weinig over de relativiteitstheorie. Dus daar hebben we veel minder problemen mee. Ja, nou, die herken ik. En dit zijn de echte. Dit zijn de echte. Toch een beetje schamel, hè, als je ze naast zo'n hele mammoet zet. Ja, dat is een schedelkapje van een mensachtige. En het is echt niet groter dan de schedel van jou. Dus dat zijn de afmetingen. Hoe belangrijk is deze vondst voor dit museum? Nou, wat mij betreft de nachtwacht van de fossielen. Het belangrijkste van dit museum. Het heeft een grote emotionele waarde. Als ik hem eruit haal, weet ik zeker dat je vraagt, mag ik hem aanraken? Contact. Ja, in Triniel heb ik de kopie van. Jawel, maar dat is een kopie. Ja, ja, maar ja, dat was al een kick, vond ik. En het heeft een grote wetenschappelijke waarde. Hij zit ook flink achter glas, hè? Ja, je kunt je Magnum erop leegschieten. Oh, echt? Ja. Maar wie zou zijn Magnum hierop willen leegschieten? Er kan altijd een keer iemand komen die gestuurd wordt door het geloof tegen de evolutie is en die het ding wil stuk maken. Dat is nog altijd denkbaar, dat die evolutieleer zulke heftige reacties oproept dat iemand... Dat is altijd als denkbaar. Als boodschapper, weet je, van God. Dat zou altijd kunnen. Dat soort mensen lopen rond. Mannen met heel verschillende karakters ontwikkelen zich tot genieën. Met hulp van de HBS, die tussen 1902 en 1914 maar liefst 5 Nobelprijswinnaars voortbrengt. En nog heel wat grote wetenschappers die we toch al gauw vergeten zijn. Wie kent hem nog? Abraham Kuiper. Moest je hem vergelijken, dan zou je kunnen zeggen... Voldoen om die prijs te krijgen, voldeed Lorenz daaraan. Zeker. Meer dan, zou je zeggen. Hij heeft diverse hele belangrijke stappen gezet in ons vakgebied. Zijn werk was de aanzet tot de relativiteitstheorie van Einstein. Hij had dezelfde vergelijkingen als Einstein al afgeleid. En Einstein hoeft alleen maar nog net die ene stap te zetten om die relativiteitstheorie te formuleren. Einstein was erbij toen Lorenz in 1928 begraven werd in Haarlem. De uitvaart trok massaal belangstelling. Lorenz was na het winnen van de Nobelprijs beroemd geworden. Zelfs geliefd bij een groot publiek. Hij deed veel voor zijn eigen wetenschap, maar ook voor bijvoorbeeld beter onderwijs voor iedereen. Eugène Dubois, professor dokter Eugène Dubois, 1858-1940. Met bovenop het graf het schedeldakje en het dijbeen van zijn grootste vondst. De missing link tussen aap en mens, dat was in elk geval zijn stelling. Groot wetenschapper, begraven hier in een uithoek van de begraafplaats van Venlo. De missing link, de ontbrekende schakel. Het was een idee van Charles Darwin. Die betoogde dat de mens afstamt van de aap en dat er ooit een tussenvorm tussen beiden heeft bestaan. Darwin leverde geen praktische bewijzen, alleen zijn algemene evolutieleer, waarin de soorten elkaar opvolgen. Het was een idee dat Eugène Dubois als jongen al fascineerde. U bent net op de Filipijnen geweest. Klopt. Om wat te zoeken? Eigenlijk wil ik daar Homo erectus vinden. Maar Homo erectus achterna, dat is Dubois achterna. Dat is helemaal Dubois achteraan, in de voetsporen van Dubois, maar dan iets meer noordelijker naar de Filipijnen.
Ah, kun je zeggen dat Dubois de eerste is in de wereld die systematisch onderzoek wil doen naar het begin van de mens? Ja, hij is de eerste die met het idee komt om ook echt te gaan zoeken. Ja, en dus hij is wat dat betreft de eerste. Hij is de grond. Hoeveel ik kan inderdaad doorgegaan. Je kunt ook helemaal Nobellaureaat als beroep zijn. Dus dan ga je alle uitnodigingen aannemen die je krijgt. En dan kun je van je leven zeg maar een rondreizend circus maken. En wat moet je doen om die prijs te krijgen? Het begint met goed onderzoek. Ja. Maar dan? Nou, de prijs wordt uitdrukkelijk niet gegeven voor iemand die gewoon een heel goed aanzien heeft in het vakgebied en die alom geëerd en bewonderd wordt, maar net geen ontdekking gedaan heeft. De prijs is voor een ontdekking. Maar ook een belangrijke voorwaarde, en dat is voor mijn vak nogal belangrijk, het moet experimenteel zijn geverifieerd. Je mag niet zo, je krijgt niet zomaar een ontdekking voor een idee als er verder geen tastbaar bewijs voor gevonden is. En daar moet je dan soms op wachten. Dus er zijn mensen die hebben hele belangrijke ontdekkingen gedaan, maar die ontdekkingen zijn niet geverifieerd door waarnemingen. Dus die zitten nog steeds op hun Nobelprijs te wachten. En die kunnen misschien wel heel lang wachten, want die ontdekking gaat misschien pas over 100 jaar experimenteel geverifieerd worden. Ja, dan zo lang kun je niet wachten. Oh, mag ik? Ja, ja. U noemt een aantal voorwaarden waar wetenschappers aan moeten voldoen om die prijs te krijgen. Voldeed Lorenz daaraan? Zeker. Meer dan, zou je zeggen. Hij heeft diverse hele belangrijke stappen gezet in ons vakgebied. Zijn werk was het, de aanzet tot de relativiteitstheorie van Einstein. Hij had dezelfde vergelijkingen als Einstein al afgeleid. En Einstein hoeft alleen maar nog net die ene stap te zetten om die relativiteitstheorie te formuleren. Einstein was erbij toen Lorenz in 1928 begraven werd in Haarlem. De uitvaart trok massaal belangstelling. Lorenz was na het winnen van de Nobelprijs beroemd geworden. Zelfs geliefd bij een groot publiek. Hij deed veel voor zijn eigen wetenschap, maar ook voor bijvoorbeeld beter onderwijs voor iedereen. Ja. Eugène Dubois, professor dokter Eugène Dubois, 1858-1940. Met bovenop het graf het schedeldakje en het dijbeen van zijn grootste vondst. De missing link tussen aap en mens. Dat was in elk geval zijn stelling. Groot wetenschapper begraven hierin. En zegt wat veel mensen zeiden van jongen, dat is een steen, gooi me weg. Daar heb je niks aan. Hadden ze geen enkele verbinding mee. Dat was in die tijd, in de 50er, 60er jaren, nog bijna niet bespreekbaar. En zo langzamerhand begon dat toch wel meer duidelijk te worden. Daar kon je er niet meer omheen, dat er zoiets bestond als prehistorisch, eigenlijk moeten we zeggen voorhistorisch leven. En nou ja, nou leer je het op school. Heb je een mooie wervel gevonden? Ja, oké. Dit is een stuk van mij. Ja, dat is een stuk van een wervel, ja. Heel mooi. Van een wervel van wat voor beest? Van de mosasaurus. En op welk hedendaags beest lijkt hij? Op een krokodil, zou je toch kunnen zeggen. Maar ik denk dat als er nu een mosasaurus zou zijn die een krokodil tegenkomt, slikt hij hem in één keer door. Dat soort verhoudingen moet je je voorstellen. Midden 18e eeuw werd hier in de Sint-Pietersberg de eerste mosasaurus gevonden. Een voorhistorische krokodil, zei men toen nog. Want dat vond men nog moeilijk om te begrijpen dat het een beest zou kunnen zijn dat uitgestorven was. Maar zo langzamerhand begin je steeds meer dingen te vinden, fossielen te vinden. En weet je dat je er niet meer onderuit komt dat hier een werkelijk wetenschappelijk verhaal te vertellen is. En hoe is dat om zoiets te vinden, 70 miljoen jaar oud? Ja, dat is leuk. Ik zei eerst tegen mijn zoon, we gaan morgen een mosasaurus opgraven. Oké.
Oké, nou, je hebt nog een paar stukjes te vinden, volgens mij. Ja, hij is er niet compleet, hè. Nog een meter of 18 en dan ben je er. Heb je wel eens gehoord van Eugène Dubois? Volgens mij is dat degene die zo'n fossiel van een mens schedel in Java heeft gevonden. Oh. Ja. Nou, ja? Wel van gehoord. Nou, ja, dat ben jij dus eigenlijk, maar dan 150 jaar eerder. Ja. Ja, we hebben bij de KNW ook het HBS-diploma van Loewe. Zo. Uit 1869. Getuigschrift. Hendrik Anton Lorenz. Dat is goed lezen. 1869. Wis- en werktuigkunde uitmuntend. Natuurkundige wetenschappen uitmuntend. Geschiedenis, staats- en handelswetenschappen zeer goed. Mm. Taal- en letterkunde zeer goed. Wat heeft die HBS betekend voor jongens als Lorenz? Thorbecke had gezegd, er moet nou zeker een burgerschool komen waar mensen gewoon praktische dingen leren. En dat was iets nieuws. En daarmee hadden meteen ook de Nederlandse wetenschappelijke onderzoekers enorme voorsprong. Ze hadden veel wiskunde en natuurkunde gehad op school. Veel moderne talen. Dus mensen als Lorenz kon met Einstein in het Duits spreken, met Planck. Lorenz is de eerste theoretische fysicus ter wereld die de Nobelprijs krijgt. En dat bevestigt nog een keer zijn unieke rol. Hij is de centrale figuur op dat moment in het wetenschappelijk establishment. Door zijn talenkennis, door zijn begrip. Niet alleen in Nederland. Hij verbindt de hele wereld. Frankrijk, Duitsland, Engeland. Hij correspondeert met alle wetenschappers. Hij wordt ook een soort organisator. Wordt een natuurlijke persoon waarom mensen zich scharen. En hij wordt een soort vader, grootvader voor de internationale fysica. Natuurlijk, de persoon die het eerste tot de verbeelding spreekt is Albert Einstein. Die natuurlijk met zijn werk, met Lorentz-formules, iets heel bijzonders doet. Hij kijkt eigenlijk naar die formules en hij zegt van ja, die formules die zijn sterker. Daar zit nog meer in dan Lorenz zelf dacht. Dat betekent dat we op een radicale andere manier over ruimte en tijd moeten gaan nadenken. Maar het is maar één tijd, dacht Lorenz. En Einstein zei, nee. Er zijn een heleboel verschillende soorten tijden. Je moet gewoon over die kloof heen springen. En ik vind het heel erg mooi dat als we... als ik college geef over Einstein... Ja? En ik laat zijn beroemde vergelijkingen over de relativiteitstheorie zien, dan zijn dat de Lorenz-vergelijkingen. En dus Lorenz' naam zit nog overal opgestempeld op de belangrijkste ingrediënten van wat wij nu onze modern begrip van de natuur is. Kijk, er is geen bekender wetenschapper dan Einstein op dit moment. Maar je kan de vraag stellen, wie vond Einstein eigenlijk de beste wetenschapper? En Einstein was daar heel expliciet in, dat was Lorenz. Het 50-jarig jubileum van Lorenz' dokterstitel, 1925, wordt in Nederland groots gevierd. Met bewindslieden als Colijn en een vriendelijke Lorenz die geduldig voor de camera poseert. Bijna onwerkelijke man, vind ik het. Ja. Goed in alles. Goed in de wetenschap, goed in allemaal onderzoek daarbuiten. Maatschappelijke betrokkenheid. Onvoorstelbaar aardig, langmoedig, behulpzaam. Dat kan toch niet? Nee, dus je hebt soms ook iets van misschien zou u wat, als we wat karakterfouten zouden kunnen detecteren, dan misschien nog wel bekender was geworden. Het Teylers herbergt ook een collectie fossielen van Eugène Dubois. Hij was net als Lorenz verbonden aan het instituut. Misschien dat de heren elkaar daar dus beleefd groeten. We weten het niet. Maar je zou willen meemaken hoe dat ging. Dubois de miskende geleerde, Lorenz op de top van zijn roem. Lorenz is ook het stralend middelpunt als 2 jaar na zijn jubileum de eerste Lorenz-medaille wordt uitgereikt. De fine fleur van de Nederlandse wetenschap is aanwezig, met verstopt op de achterste rij Eugène Dubois. Toch net als Lorenz grondlegger. Je ziet dat die straal afgebogen wordt. Hoe komt het dat die straal afgebogen wordt door een magneetveld? Door de Lorentzkracht? Ja. Waarom heet het eigenlijk Lorentzkracht? Wie heeft een idee? Ik denk van de heer Lorenz. Ja, dat denk ik ook. Wie was hij? Dat weet ik niet. Lorenz was een Nederlandse natuurkundige. Mm-hmm. Uit de 19e eeuw. En hij heeft de Nobelprijs gewonnen.
Het ziet er heel toverachtig uit, maar wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Die man heeft Nobelprijs gewonnen, zeg je, met deze en andere vinding. Wat is hier zo belangrijk aan? Nou, eigenlijk alle apparaten waarbij elektriciteit en beweging gecombineerd worden. Dus motoren, dynamo's en zo. Daar speelt Lorentzkracht een rol. Dus het is belangrijk om te weten hoe dat precies werkt. Van de Zweedse Academie, Alfred Nobel. Hendrik Anton... Hendrik Anton Lorentz, ja. Lijkt hij op de Uwe? En dan gaat u zien dat het toch wel weer heel anders is. Even kijken, hoe gaat hij open? Hoe gaat hij eigenlijk open? Dat is een heel goede vraag. Nou, hij gaat deze kant open. U doet hem niet iedere dag even open? Ik doe hem niet iedere dag even open, nee, inderdaad. Het heeft toch een ongelooflijk aura, hè, die Nobelprijs. Je ontmoet ook niet alle dagen. U bent mijn eerste Nobelprijswinnaar. Oh, nou. En ik moet zeggen, dat vind ik toch iets. Als je het vanuit de Nobelprijswinnaar uzelf bekijkt, wat doet die prijs met je werk, met je aanzien, met je leven? Met je werk, dat hangt helemaal vanaf wat je er zelf van maakt. Je kunt gewoon doorgaan met je werk. En ik ben zoveel ik kan inderdaad doorgegaan. Je kunt ook helemaal Nobellaureaat als beroep zijn. Dus dan ga je alle uitnodigingen aannemen die je krijgt. En dan kun je van je leven zeg maar een rondreizend circus maken. En wat moet je doen om die prijs te krijgen? Het begint met goed onderzoek, ja. Maar dan? Nou, de prijs wordt uitdrukkelijk niet gegeven voor iemand die gewoon een heel goed aanzien heeft in het vakgebied en die alom geëerd en bewonderd wordt, maar net geen ontdekking gedaan heeft. De prijs is voor een ontdekking. Maar ook een belangrijke voorwaarde, en dat is voor mijn vak nogal belangrijk, het moet experimenteel zijn geverifieerd. Je mag niet zo, je hebt niet zomaar een ontdekking voor een idee als er verder geen tastbaar... Liefde groeten. We weten het niet. Maar je zou willen meemaken hoe dat ging. Dubois de miskende geleerde, Lorentz op de top van zijn roem. Lorentz is ook het stralend middelpunt als 2 jaar na zijn jubileum de eerste Lorentz medaille wordt uitgereikt. De fine fleur van de Nederlandse wetenschap is aanwezig, met verstopt op de achterste rij Eugène Dubois. Toch net als Lorentz grondlegger van een nieuwe wetenschap. Dubois is op dat moment bezig met het scheppen van een eigen droom op zijn landgoed bij Roermond. We zijn hier een kilometer of 10 van Roermond. Ja. En hij woonde hier de tweede helft van zijn leven. Ja, ongeveer van 1901 tot 1914 is hij overleden. En heeft hier zijn eigen wereld, zijn eigen paleontologische wereld, zijn eigen biotoop heeft hij gecreëerd. Paleontologische wereld? Hij heeft vanuit heel Europa, vanuit Siberië, van overleg, hij bomen geïmporteerd, planten geïmporteerd. Ja, en wat er zich in de vijver allemaal bevindt, ik zou het niet durven zeggen, maar ook daar heeft hij ongetwijfeld ingegrepen om die wereld te creëren zoals hij die voor zichzelf zag. Waarin die link tussen aap en mens, hoe die geleefd zou hebben. Die wereld wilde hij hier creëren. En dat is natuurlijk een wereld die je heel moeilijk kan creëren, want je zal hier fantasie bij moeten gebruiken. Je zal daar theorieën op los moeten laten die waarschijnlijk, of mogelijk, de werkelijkheid niet altijd zo nauwkeurig benaderen. Maar het is natuurlijk wel een poging om een wetenschappelijke diepgang te geven aan uitsluitend die botten en die botjes die hij gevonden had. In Indonesië had hij de botten opgegraven en hier is hij de hele leefwereld herscheppen. Ja. Weet je, Jurassic Park? Zo. Ja, zonder die grote bijters. Ja, inderdaad. Zo zou je het bijna kunnen noemen. Dubois keert zich af van de maatschappij. Lorentz blijft er sterk bij betrokken. Bij de bouw van de afsluitdijk bijvoorbeeld. Inmiddels op hoge leeftijd maakt hij daarvoor de berekeningen die leiden tot de knik in de dijk aan de Friese kant. Die beperkt de kans op stormschade aan de dijk. Ook hier leeft de naam Lorentz voort. De Thorbeckekamer en de... Dit is de Lorentzkamer. En hier staat het bureau van Lorentz. Dat we destijds, de KNW destijds van de familie heeft gekregen. De stoel komt ook uit het huis van Lorentz.
gaan ervan uit dat hij hier zijn belangrijke werk aan dit bureau heeft geschreven. Nou, staan we in adoratie voor een bureau dat hier speciaal bewaard is. Het is... Lorenz is een soort held van ons allemaal geworden. Lorenz wordt soms meer in verband gebracht met die sluizen en de afsluitdijk. U bent net op de Filipijnen geweest. Klopt. Om wat te zoeken? Eigenlijk wil ik daar Homo erectus vinden. Maar Homo erectus achterna, dat is... Dat is Dubois achterna. Dat is helemaal Dubois achterna. In de voetsporen van Dubois, maar dan iets meer noordelijker naar de Filipijnen. Ah, kun je zeggen dat Dubois de eerste is in de wereld die systematisch onderzoek wil doen naar het begin van de mens? Ja, hij is de eerste die met het idee komt om ook echt te gaan zoeken. Ja, en dus hij is wat dat betreft de eerste. Hij is de grondlegger van de paleoantropologie. Twee geleerden. Bij de ene komen duizenden naar de rouwstoet, bij de andere kost het moeite een plek te vinden op een kerkhof. Waar komt dat verschil vandaan? Ze hadden eigenlijk zoveel gemeen. Ze waren tijdgenoten. Beide uit de middenklasse en belangrijk, beide door hun ouders naar een nieuw type middelbare school gestuurd. De HBS, de Hogere Burgerschool. Opgericht om onderwijs te geven dat Nederland kon opstoten in de vooruitgang. Het is een idee van Thorbecke, de grote staatsman achter de grondwet van 1848, waarmee Nederland de weg inslaat naar een echte democratie. Thorbecke wil nieuw elan in handel en industrie. Hij wil scholen die aandacht hebben voor exacte vakken, voor de moderne talen. Tot dan toe is er voor begaafde jongelui alleen het gymnasium. Of de priesteropleiding. Beide uiterst traditioneel. Zo komt er in 1863 een nieuwe wet op het middelbaar onderwijs en verrijzen in de jaren daarna overal in Nederland scholen van het vooruitstrevende type, de HBS. Voor ambitieuze jonge burgers die een rol in handel, zakenleven of wetenschap willen gaan spelen. Met die vernieuwing wil Thorbecke ook nog eens eenheid brengen binnen de natie. Door heel het land dezelfde opleiding, van Groningen tot Limburg. En juist in dat diepe zuiden, dat nog niet zo lang bij Nederland hoort, komen er weerstanden. Kijk. Dit is het. Hier is het begonnen. 1864. De Rijks-HBS van Roermond. Van Roermond, ja. In een gebouw dat al veel ouder is. Ja, het is eigenlijk toch al vrij snel als duidelijk wordt dat hier een Rijks-HBS in dit gebouw gaat komen, wat eigenlijk het bisschoppelijk college was, dat er twee kampen ontstaan. De ene kant wat we noemen de clericalen, de aanhangers van de bisschop, anderzijds de